Uitwerkingen onderzoek van bod met calcium 47. Onderdeel van het examen VWO 2016, tijdvak 1. Goed, nou in deze opgave, et cetera, et cetera. Oftewel, lees eerst eventjes de opgave en kijk even welke gegevens je het beste eruit kunt halen. En dit is de vraag. Ja, dus kijk eventjes, hoe zou je het oplossen? Druk even op pauze en we gaan verder. Het eerste is natuurlijk de activiteit. Hè. Activiteit is 2,5 megabecquerel. Let op het woordje mega, 10 tot de macht 6. En het gaat over calcium 47. En dat betekent dus dat je BINAS nodig hebt. De isotopentabel, BINAS tabel 25. Gevraagd wordt de massa in kilogram van calcium 47. Nou, wat heb je allemaal? Je weet de activiteit en activiteit 2,5 megabecquerel kun je berekenen met deze formule. Ja, het staat ook in BINAS. A is N. N is het aantal atomen, aantal deeltjes die aanwezig is. In dit geval dus van calcium 47. T, een half, is halveringstijd. En L en 2, het natuurlijke logaritme van 2, kun je gewoon met je rekenmachine uitrekenen. T, een half, 4,54 dagen, ja, krijg je uit BINAS 25. En om N te berekenen, het aantal deeltjes, want dan kan ik uit het aantal deeltjes wel de massa bepalen, kun je dus zo berekenen. Let op dat je T1,5 invult in seconden, ja, dus 4,54 dagen omrekenen naar secondes, en dat invullen. En dan krijg je dat je in totaal hebt 1,41 keer 10 tot de macht 12 atomen calcium 47. Dit is het aantal atomen, die moet je dus omrekenen naar het aantal kilogram, naar de massa. Oftewel, je pakt weer BINAS 25 en daaruit haal je dat de massa van één zo'n calcium 47 atoom gelijk is aan 46,95 U. Meestal mag je ook gewoon 47 doen, want het massagetal van calcium 47 is natuurlijk 47. En in de correctie wordt vaak ook wel aangegeven, goh, als een leerling 47 als massa heeft gedaan, dan mag dat ook worden goed gerekend. Maar goed, 46,95 staat wel in BINAS 25. Hoe groot is 1 U? Ja, nou, BINAS 25, hè. 1 U is zoveel kilogram, dat haal je natuurlijk ook uit BINAS. BINAS tabel 7b. En dus is de massa het aantal atomen, dus 1,41 keer 10 tot de macht 12, zoveel atomen. Ieder atoom heeft een massa van 46,95 U. En 1 U is zoveel kilogram, oftewel het totaal aantal is 1,1 keer 10 tot de macht min 13 kilogram. De punten. Gebruik van de juiste formule, 1 punt. Inzicht dat de massa gelijk is aan het aantal atomen maal de massa van één atoom, inclusief het opzoeken van de atoommassa, opzoeken van halveringstijd. Kijk, en dat is wel een hele mooie, hè? Kijk, puur het opzoeken van halveringstijd krijg je aan een punt voor. Ja, dus schrijf altijd de gegevens op, inclusief de gegevens die je uit BINAS kunt halen, dan heb je vaak al een paar punten verdiend. En tenslotte completeren van de berekening. We gaan verder. Weer eventjes lezen van, hey, hoe zit het in elkaar? Nou, elke gamma detector, ja, registreert alleen de straling uit het deel dat recht onder de detector komt. En de vraag is van, goh, waarom is gewenst dat die alleen van recht onder komt? En sommige vragen zijn echt eigenlijk te, vergeef mij de woorden, te makkelijk. Want juist daarom denk je van, nou, wat zou het antwoord moeten zijn? Maar het antwoord is puur van, ja, je wilt weten uit welk deel de straling afkomstig is. En dan wil je dus niet ook van de zijkanten kunnen detecteren. Want ja, waar komt dan de straling vandaan? Komt die nou van boven of van links of van rechts? Dus daarom is het gewenst. Ja? En een correctiemodel had dan ook, ja, stond dit hierdoor is vaststellen van. En daar kon je 1 punt mee verdienen. Ja, soms zijn de antwoorden dusdanig makkelijk dat je denkt van, goh, zou het wel goed zijn? Maar inderdaad, het is goed. Oké, eerst weer eventjes helemaal doorlezen. Het is een behoorlijke lab tekst. Dus
even een pauze en daarna kijken van, hé, wat heb ik allemaal hiervoor nodig? Oh ja, de vraag is deze, breng de grootte van de correctiefactor. Maar eerst even lezen, dan gaan we weer verder. Oké, je hebt hier dus 10 centimeter lucht en 4,5 centimeter spierweefsel. En die gaan dus de straling ook absorberen en daar moet je voor corrigeren. Gamma-foton heeft een energie van 1,0 mega-elektrovolt. Waarom heb je dat nodig? Nou, in BINAS, ja, hier staat hij weer, tabel 28, daar staan halveringsdiktes uit. En halveringsdikte is afhankelijk van de energie van het gamma-foton. En in dit geval hier dus, heb je die van 1 mega-elektrovolt nodig. En dan zie je dus dat de halveringsdikte van lucht 9,1 keer 10 tot de macht 3 is. Dat is ontzettend groot, betekent dus dat de lucht heel weinig tegenhoudt. En water heeft een veel kleinere halveringsdikte. Dat betekent dus dat hij veel sneller de straling tegen kan houden. Dus lucht, halveringsdikte, water, halveringsdikte, 10 centimeter absorptie. Ja, hoeveel krijg je dan? Dan krijg je dus een half tot de macht 10 gedeeld door die halveringstijd. En zie je dus dat die absorptie eigenlijk bijna gelijk is aan 1. Dan 0,999. Etcetera. Voor water ja, is hij veel groter, 4,5 centimeter. En de halveringsdikte is 9,8. Dat betekent dus dat hij 0,727 geabsorbeerd wordt. Samen ja, vermenigvuldigen ze met elkaar en dat is dan 0,726. In het correctiemodel stond overigens dat als je aandacht geeft van nou lucht heeft dus daar een grote halveringsdikte die telt eigenlijk hier niet aan mee, dan was het ook goed geweest. Maar hè, volgende keer heb je misschien niet lucht, maar heb je twee andere materialen. Op deze manier moet dat dan worden opgelost. Goed, de totale absorptie is dus 0,726. En dat betekent dat de correctiefactor 1 gedeeld door die waarde is, zodat je dus 1,4 als eindantwoord hebt. De punten zie je meteen hierboven staan. Gebruik van half tot de macht. Nou, staat er één punt. Ook hier weer opzoeken van halveringsdiktes. Ja, hier staat die. Ja, puur BINAS gebruiken. Ook alweer één punt erbij. Nou, ook hier dus opzoeken van gegevens en BINAS en opschrijven. Ja, je hebt altijd weer. Nou, je ziet hier dus hè, of beide factoren met elkaar vermenigvuldigen. Of in zich van nou, lucht, dat kun je wel weglaten. Eén punt. Goed, en lees zelf verder door. Verder, behalve gammastraling komt er ook beta-straling vrij bij het verval van calcium 47. En beta-straling heeft een groter ioniserend vermogen dan gammastraling, dus is ook schadelijker. En erger nog, behalve calcium 47 heb je ook plus een scandium 47, want scandium 47 ontstaat als calcium 47 vervalt. En scandium 47 die vervalt ook weer met beta-deeltjes. Kortom, de activiteit van beide deeltjes, die zie je hier staan. En ja, die heeft hier zelfs een piekje. En gevraagd wordt van, ja, kun je nu uit de hand van dit figuur beredeneren wat er met halveringstijd van scandium 47 aan de hand is. Is hij groter of kleiner dan calcium 47? Dan kijken we eerst even naar het diagram. Ja, het diagram, activiteit als functie van tijd. Als je dat normaal zou doen voor één stof, dan ziet het er zo uit. Maar je hebt dus nu hier dat de activiteit niet afneemt, maar het neemt zelfs toe. En dat komt omdat er dus extra scandium 47 ontstaat. En omdat de activiteit toeneemt, kun je dus concluderen van, oh, dus scandium 47 vervalt blijkbaar sneller dan calcium 47. Ja, want er komt meer activiteit. Later gaat het natuurlijk wel naar beneden toe. Maar in het begin ja, kan de scandium 47 dat nog compenseren. Kortom, scandium 47 vervalt sneller. En dus heeft het een kleinere halveringstijd dan calcium 47. Ja, even goed om nadenken. Hè? Dus het vervalt sneller, want het heeft een kleinere halveringstijd. De punten, ja, hier staat het, ja. Het is een beetje het eerste punt inzicht dat calcium 47 pas vervalt nadat calcium 47. Ja, dat is natuurlijk logisch, want ja, als het niet ontstaan is, kan het ook niet vervallen. Maar goed,
Soms dan krijg je met het correctievoorschrift dat je denkt van nou, ik had het anders gedaan. Maar goed, in dit geval niet zo. Ja, deze drie punten kon je op deze manier verdienen. En we gaan weer verder. Ja, in plaats van deze diagnostiek kun je ook echoscopie gebruiken of de MRI-scan. Maar het punt is, van dat zou hier niet kunnen worden toegepast. Want je kunt niet alles zien wat je met die nucleaire diagnostiek kunt zien. En waarom is dat niet zo? Nou, moet je echt bekijken van wat is echoscopie en wat is de MRI-scan. Echoscopie, ja, dat werkt met geluidsgolven. Ja. Geluidsgolven die kaatsen terug op een grensvlak van twee stoffen. Alleen het punt is, die geluidsgolven die gaan echt op het bot terugkaatsen. Die dringen niet het bot zelf in. Oftewel, ze kunnen geen informatie geven van binnen het bot. En dat wou je nou juist weten. En voor de MRI-scan, nou, hoe werkt de MRI-scan? Die heeft vooral nodig waterstofatoom. Ja, resonerende waterstofatoom. En het punt is, in het bot zitten, nou ja, in ieder geval niet veel waterstofatomen. Dus ook hier kun je geen informatie ervan krijgen. Punten is in feite gewoon één punt als je hebt beschreven hoe echoscopie werkt en één punt als je hebt verteld hoe MRI-scan werkt. En dan heb je weer de twee punten verdiend en is deze vraag weer beantwoord en de hele opgave is nu ook weer voorbij. Bedankt voor de aandacht en tot horens.